Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte Venerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Steenapa's online betalingssysteem. We beginnen onze uitzending met de gedeputeerde heer Elvis Chinachou. De gedeputeerde Elvis Chinachou, Nina Den Heijer en James Kroon hebben met een aantal laatste afspraken hun werkbezoek aan Europees Nederland afgesloten. Klopt, we zijn iets langer dan een week zijn we naar Nederland gegaan om te praten met verschillende ministeries. We hebben gepraat ook met ministers, staatssecretarissen, Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden. Raad van State zijn we ook geweest. Ten eerste zijn er verschillende lopende dossiers die we hebben behandeld. Bijvoorbeeld, we hebben een intentieverklaring getekend met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Die intentieverklaring gaat over waterzuiveringsinstallatie van Bonaire die jaren in impasse is beland. Met deze intentieverklaring hebben we het nu deels opgelost dat er een traject is uitgezet. Er komt een taskforce en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ook middelen neergezet samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar het openbaar lichaam ook, om dit problematiek op te lossen. We zijn daar blij mee dat het is in ieder geval dat we iets op papier nu hebben, concreet, dat het wordt opgelost. Dat straks het grijs water gebruikt kan worden voor agriculture. Of daarnaast weten we allemaal dat Bonaire zich aan het profileren is als zijnde een blue destination, een duurzaam eiland. En we weten allemaal dat het opvangen van het grijs water en het filteren en het gebruiken voor landbouw bijvoorbeeld is iets wat zeer belangrijk is voor onze koraal. Want dat is eigenlijk motorblok van onze economie. Dus moeten we het beschermen. Dus daarvoor is het hele project van waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast nogmaals hebben we met Vaste Kamercommissie gepraat van de Tweede Kamer. We hebben ons geuit dat wij zeer erkentelijk zijn voor het bestuursakkoord die er is. Dat we dat integraal zullen uitvoeren. Daarnaast hebben we het gehad over verschillende dossiers zoals sociaal minimum. En we hebben ook gepraat met de Raad van State. Daar was een vraag van hoe staan wij als het gaat om autonomie van het eiland, staatkundige autonomie. We hebben heel concreet gezegd dat wij op dit moment geloven in de autonomie van de portemonnee van de Bonaireaan. Elke inwoner van Bonaire heeft het recht om zijn portemonnee zo autonoom mogelijk open te maken de eerste dag van de maand tot einde van de maand om zijn huur te betalen, elektra, water en eten. Dat is nu op dit moment onze prioriteit. Projectleider Maurice Adriaens licht de afgelopen week de toekomstige plannen uit met wat betreft de Blue Destination. De persbijeenkomst bevatte verdieping, betere samenwerking en duurzame lokale ontwikkelingen. TCB deed toen al, Bonaire eigenlijk in zijn totaliteit, was al bezig met Green Destination via het, wat de gedeputeerde ook noemde, Quality Coast Award Program. Waarin we dus niet al twee jaar, maar vanaf 2016 bij twee assessments, dus al gedurende bijna vier jaar zou je kunnen zeggen, kwalificeren als een van de 100 duurzame toeristische bestemmingen in de wereld. Ja, soms vragen we op Bonaire van Blue Destination, duurzaam, maar we doen helemaal niks op het eiland. Hoezo duurzaam? Maar we doen heel veel dingen. Voor ons zijn normaal. Hè? We hebben een marinepark van hoeveel jaar, 40 jaar al een marinepark met een funding via een dive tag. Nou, er zijn vele eilanden in de regio die daar jaloers op kunnen zijn. En de resultaten zijn ook meetbaar. Onze riffen en onze situatie onder water is vele malen beter dan bij veel andere eilanden die zeg maar 10 jaar geleden of 20 jaar geleden ook een prachtige onderwaterwereld hadden, maar niet de bescherming die wij hebben ingezet als Bonaire. En de resultaten zie je nu al. In de discussie met de University of Santa Florida kwam naar voren, ja, Green Destination, maar als je over Bonaire denkt, denk je niet aan green, tenminste, misschien in december eventjes, maar voor de rest is het meer een Grey Destination. Dus ja, wat moeten we daarmee doen? Nou ja, als je naar Bonaire komt, denk je wel blue. Ik bedoel, je kijkt naar boven, de lucht is blauw, de zee is blauw. En toen in een discussie kwamen we, ja, waarom geen Blue Destination? Dat fit veel beter in een referentiekader naar de mensen toe dan een Green Destination. Dus vandaar de term Blue Destination, ik zeg het is een blue wash van een Green Destination.
Maar de principes zijn hetzelfde. We willen een eiland zijn wat zich ontwikkelt, belangrijk, en moet ook economische ontwikkeling zijn. We willen dat de mensen, de lokale mensen, dat zij vooruit gaan, economisch. Maar we willen dat doen in balans met onze omgeving, de natuur, maar ook met behoud van de cultuur. En cultuur is een breed begrip. Het gaat om je eigenheid. We willen geen Amerika 2 worden, of een Nederland 3. We willen Bonaireaan blijven, met onze eigen eigenschappen en onze eigen feesten en onze eigen manier van doen en ons eigen gedrag, etc. Geheel Bonaire neemt steeds meer initiatief met de Blue Destinations gedachten. Daarom is het van groot belang om de samenwerking te versterken tussen de bedrijven hier op Bonaire. Dit volgens Maurice Adrians. In het verleden hebben we een beetje gekeken naar de eigen organisatie en naar contact met Nederland om Nederland uit te leggen wat wij willen als eiland met dit concept Blue Destination. Dat we daar ook medewerking voor krijgen, want laten we niet vergeten, Nederland heeft een grote vinger in de pap hier. En als jij roept, ik wil een Blue Destination zijn, en Nederland zegt, daar werk ik niet aan mee, dan houdt het gewoon op natuurlijk. Ja, dus je moet Nederland meekrijgen in het traject en daar is aan gewerkt. En we hebben Nederland nu achter het traject staan, ze snappen het en ze willen eraan meewerken. En ik denk, iedereen hier snapt het concept. En daarom willen we voor het komend jaar willen we zorgen dat de samenwerking verbetert. Ja, dus we willen eerst beginnen met een kalender maken waarin iedereen kan inhaken met zijn projecten. Heb jij een beach clean-up? Is blue. Ja, doe jij iets een color restoration? Is blue. Doe je iets met een feest in een park of een informatieavond over natuurbescherming? Is blue. Dat hangen we allemaal op in die kalender. En dan heeft iedereen een overzicht. Dus als jij bij jezelf denkt van ik wil iets doen met een clean-up, kijk je in de kalender. Oké, er is een clean-up in januari, er is één in juni. Ik doe die van mij in maart en dan kunnen die andere mensen joinen om de effort nog succesvoller te maken. Hetzelfde geldt voor grote bedrijven. We weten allemaal, de Webs zijn hier, de Telbo's zijn hier, de Celebons zijn hier. Ze zijn allemaal op zichzelf bezig om het onderdeel Blue in hun manier uit te beelden en daaraan mee te werken. Hoeveel meer effectief als we dat met z'n allen ondersteunen en omarmen. Ja, ik weet dat Celebon heeft een paar jaar gewerkt aan een masterplan voor oké, hoe gaan we de vuilnisstromen op het eiland aanpakken en hoe krijgen we de gemeenschap mee. Ja? Er zijn nu al verschillende twee overslagstations gemaakt waar mensen hun gescheiden afval kunnen komen inleveren. Nou, het begint ermee, begin het te doen. Ja? Er zijn heel veel mensen nog die hun afval allemaal samen in een vuilnisbak gooien. En dan is het moeilijk, als het uiteindelijk in die grote truck ligt, om het dan nog uit elkaar te halen, om er iets mee te doen. En dus uiteindelijk komt het op de grote landfill terecht op Bonaire. En alweer, een landfill is geen blue. Het is een grote berg met troep. En we weten allemaal, plastic blijft duizenden jaren liggen. En nog erger, als je er olie in gooit of andere chemische afvallen, dat komt ook nog een keer in je grondwater terecht. En via je grondwater stroomt het af naar de zee, vernietigt je koralen. Dat soort dingen. Deze bedrijven hebben hulp nodig in de planning die we hebben voor het komende jaar. We hebben de jaarkalender en we willen aan het eind van het jaar willen een conferentie organiseren. We willen ook zorgen dat binnen bedrijven op het eiland de Blue Concept, Blue Island principe uitgedragen wordt. Ik bedoel, het is leuk natuurlijk dat je als noem wat als een Stinapa zegt, ik wil de natuur beschermen, maar als jouw personeel geen plastic flesjes uitschakelt uit het systeem, ja, of geen afval recycelt op kantoor of thuis, ja, waar zijn we dan mee bezig? Dan komen we er niet. Junior Chamber International JCI zijn jonge actieve burgers die wonen, communiceren, actie ondernemen en impact creëren in de gemeenschap. Dit jaar organiseerde JCI Dutch Caribbean hun midjaarbijeenkomst met als thema Life is a Beach. Met gedelegeerden vanuit Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt ook de 50ste verjaardag van JCI op ons eiland gevierd. Inderdaad, de 14 en de 15 juni, dus komend weekend, hebben we onze mid-year meeting, zo wordt het genoemd. Zoals de naam het al zegt, dan komen de lokale organisaties van de Dutch Caribbean, JCI Dutch Caribbean, die komen bij elkaar om te vergaderen, om te kijken hoe de zaken gaan, stand van zaken. En
om plannen te maken voor de komende of de rest van het jaar. Dat is aan de oorspronkelijke doel van het evenement. Daarnaast gaan we ook andere trainingen en sessies en seminars organiseren die toegankelijk zijn voor het publiek. Dus mensen die geen JCI-leden zijn, die kunnen ook deze bijwonen. Die sessies die zijn namelijk op beide dagen, dus op de 14e en de 15e. We hebben een heel programma ontwikkeld. En op het programma kunnen mensen zien wat ze willen bijwonen. Bepaalde sessies zijn gratis en bepaalde sessies dan moet je, is er een entree voor. De vier pijlers zijn community, business, individual en international. En inderdaad, international houdt in dat je dan je gaat werken aan je netwerk, uitwisseling van informatie met andere leden van andere delen van de wereld, andere organisaties van het buitenland. Dus daarom heeft het meer raakvlakken met international. Maar uiteindelijk zijn er ook trainingen, workshops, seminars. Dus alle vier de pijlers die komen dan in beeld, zeg maar. Wij zijn de JCI Dutch Caribbean en de lokale organisaties die behoren tot de JCI Dutch Caribbean, die komen uit Curaçao, Aruba, Bonaire. Wij verwachten leden en ook bezoekers uit de eilanden Curaçao, Aruba en ook Sint Maarten, die komen hier naartoe. Met z'n allen behoren we tot de moederorganisatie JCI Dutch Caribbean. En dan komen we inderdaad bij elkaar om te vergaderen, om uit te wisselen met elkaar, etcetera, etcetera. Het evenement gaat heel veel verschillende sessies aanbieden aan de bezoekers. Vanaf trainingen, workshops tot aan seminars. Eén daarvan is de seminar over Innovation Possibilities on Bonaire. En deze seminar die wordt gegeven door Sintini Groenberg, een hele bekende. En dit gaat in samenwerking met de Credits en de KVK. Dit houdt in dat ze gaat uitbreiden op de mogelijkheden die overal rondom je heen zijn. Meestal zijn we heel ver op zoek naar mogelijkheden om zaken te doen. Of voor jezelf te starten. En in deze seminar dan gaat ze erop in om te kijken van oké, de mogelijkheden zijn overal. En dichterbij dan je zelf denkt. En dat vind ik zelf mooi. Want Bonaire op zichzelf heeft heel veel kansen, heel veel mogelijkheden op dat gebied. Informatie over het komend evenement en eigenlijk over de organisatie zelf is te vinden op onze Facebookpagina, JCI YUB. Ook via de leden die we momenteel hebben, kan je ook benaderen voor informatie. En desnoods kan je ook een mail sturen naar jci.yubi@gmail.com. En dan sturen we graag alle informatie, alle vragen die je hebt, dan kunnen we beantwoorden, zodat je meer komt te weten over onze organisatie, de JCI Young United Bonaire. En ook de komende evenement van aanstaande weekend, komend weekend. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Classical Music Board Bonaire organiseert veel concerten. Een belangrijk onderdeel is educatie in muziek voor de jeugd. We spreken met Hans Vaassen. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van onze doelstellingen. En daar geven wij ook heel veel inhoud aan. Want de afgelopen jaren denk ik dat wij zo'n 40 schoolconcerten ook gegeven hebben. En dat doen we dan in goed overleg met de scholen. En, dat kunnen leerlingen zijn van een jaar of 6, 7. Tot de bovenbouw in of het SGB of het Liceo. En zo hebben we, denk ik, de afgelopen jaren toch wel zo'n 4, misschien wel 5.000 scholieren in al die jaren bereikt. En dat is toch wel heel belangrijk, omdat op een andere manier de scholieren hier op Bonaire nauwelijks in aanraking komen met klassieke muziek en ook met levende klassieke muziek. Dat ze gewoon zien voor hun ogen hoe het wordt uitgevoerd.
En we hebben een aantal concerten, die staan mij nog heel goed bij, die denk ik echt de impact maken bij de mensen. Zo hadden we hier een aantal jaren geleden Nicole van Eer. En Nicole van Eer is ook een musicalstar, maar dan wat langer geleden. En zij begon te zingen voor een groep van tegen de 200 scholieren met een operastem, zonder enige aankondiging wat er zou komen. En die leerlingen die begonnen gewoon te giechelen van, nou, wat is dit in godsnaam, wat hebben we nog nooit gehoord. Die zaten echt, die waren een beetje de kluts kwijt van, nou, dit, wat is dit nu? En even later had Nicole van Eer de leerlingen in haar zak, om maar zo te zeggen. Want ze deden fantastisch mee met herkennen van bepaalde delen uit de operamuziek. En teksten en zo werden ook zelfs meegezongen. En met een daverend applaus beëindigde zij haar concert. En ik ben ervan overtuigd dat zo'n ervaring, dat blijven die scholieren altijd bij. Dus dat vergeten ze nooit meer. En daar zijn toch de kiemen die worden gelegd om een beetje belangstelling te krijgen voor een hele belangrijke cultuur. Want de klassieke muziekcultuur is de basis eigenlijk voor alle latere muziek. Of je nou de Beatles hoort of Celine Dion of maakt niet uit. Als je kijkt naar de manier hoe die stukken en die songs zijn gecomponeerd, zitten daar de kenmerken in van de eigenschappen van klassieke muziek. En dus daarom is het ook zo belangrijk om dat voor het voetlicht te brengen. We hebben niet zoveel leraren meer, dus ik hoop dat dat nog een keer een push krijgt. Want het is natuurlijk heel erg belangrijk dat leerlingen ook les kunnen nemen. Ik geef zelf nog een beetje pianoles en ook nog vioolles. Dus ik heb nog zo'n 15 leerlingen, dus dat is toch nog wel wat. Maar het kan natuurlijk nog meer, zou er nog iemand kunnen komen die kwarta of gitaarles geeft, bijvoorbeeld. Dus dat zou mooi zijn als iemand zich zou melden om dan nog wat meer lessen te geven. En natuurlijk spelen er ook een aantal bandjes die repeteren daar. Dus dat functioneert nog wel, maar het kan beter. In Rincon is er ook een school. En ik heb begrepen dat Gabi Mercier ook een drumschool heeft. Dus het is zo her en der op het eiland is er wel wat, maar het kan beter. De jeugd verdient het om meer mogelijkheden te hebben om kennis te maken met muziek. Om zelf ook muziek te gaan maken. En ik hoop dat dat in de toekomst ook iets is van de politiek om zich nog eens een keer druk om te maken, om dat dus te gaan versterken. Stinapa in samenwerking met Rif Support hebben zij gewerkt aan een online betalingssysteem. De e-tag is bedoeld voor de aankoop van tags in te voeren, zodat zij precies kunnen zien wie de natuurkosten hebben betaald. Aan het woord is Sena Cecilia. This morning we had the launch, official launch of the e-tag. This is the tag that we're using now. It's only thing is you're able to buy it online. So it was done by Javen Paolo, which is our mini honorary ranger. He did the official clicking of the button that sent the website online. Other than that, we also have Ramon de Leon, which is the person behind the whole platform, and Wayne on the Wolf, which is our policy advisor, which did a little explanation about what the system really is and what it does. Other than that, you could see the whole system. It's a very simple system for everybody at all different levels that are able to understand and purchase, make use of this system. It is a simplified version of what we're doing at the moment. It would simplify the process of administration for not only Stinapa, but also our service providers that are able to sell, that are selling our tags. Also for our rangers that have to do the checking of the tags, it's a simplified version of just being able to scan and see if the tag is valid, or they're also able to just look it up with a quick search in the system to see if the person has a valid e-tag. So it's a very simplified version of what we're doing, and we're very happy with the launching of this. It's a long time coming and we're very happy, and we want to see that it grows and see what else we can do with the system and make our service that we provide to everybody a much better service. On this homepage there's the click button, and from that you will enter into the personal information tab. Something about the products currently offered. So currently Stinapa is offering three products through this online payment system, which is the Marine Park and Washington Park all-inclusive tag for $45, giving a calendar year-long access to both the Marine Park and the Washington Park and doing all activities including scuba diving.
There's also the marine park tag for non-scuba divers, so for windsurfers, kayakers, kitesurfers, people doing all kinds of other activities excluding scuba, and that are also not planning on going to the Washington Park. And then there is also the ticket for people that do not are unable to go into the sea or don't want to go into the sea and that will only visit the Washington Park. They can also purchase a calendar year ticket for the Washington Slagway Park for $20. Those are the three products currently offered to the system. They're available online, and also for a while we will also keep the offline option if people are on the island and for instance the internet is completely black, they will also still be able to purchase a receipt for entering the Washington Slagbaai or the Marine Park as well. Okay, so that's basically how we're gonna do it. It's gonna be very, obviously it's very easy. Normally we do it, if you have the tag, the verification is having the physical plastic tag. Now it's gonna be, you don't necessarily need it with you. What you do need is your identification and some sort on your, either your mobile phone or have the physical printed out QR code of yours. But we can always, always look in the system and see your, if you really have this e-tag. So if someone claims that they have it and have no proof, we can always, always trace it back very quickly. So it simplifies the whole process, simplifies, you know, you prevent discussion about having the tag or not. What happens if they don't have it? It's the normal procedure. They're going to have, they gotta deal with our bath calls then. There's the rangers part of it. If you don't have it, what we first, we most of the time do, we advise them to go buy it, do the process. If it's a couple of times we have catch them not having it, then they have to deal with the consequences of that. The locals at the moment, only the ones that wants to dive can make use of the service, because for us locals, only the dive tag counts. So at the moment, they are able to use it if they have a credit card. The process will take a little bit longer to make sure that we're able to also provide service to the people only using debit card, but it is in the plans to make it accessible to everybody with all different types of payment forms. Kiwanis Club viert een masquerade party om geld in te zamelen voor de toekomstige projecten voor de kinderen. We spreken met Patricia Geertsenveen. We hebben volgende week zaterdag 22 juni hebben we onze eerste fundraising party voor Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire. We zijn een serviceclub die gericht zijn op de kinderen. En we zijn vorig jaar oktober begonnen en december zijn we officieel geïnstalleerd. En sindsdien zijn we bezig voor de kinderen van Bonaire. Om iets te kunnen doen voor de kinderen van Bonaire hebben we natuurlijk geld nodig. Maar nu geven we een groot feest waar we ook grote sponsoren hebben, maar ook waar de gemeenschap zelf ook kan geven. De kaartjes zijn $100. Dat klinkt voor heel veel mensen als veel geld. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het grootste gedeelte daarvan naar de kinderen gaat. We hebben daar een aantal projecten voor. Voor de komende jaren hebben we een groot project staan. Dat heet Het Spel Zonder Grenzen. En dat is voor de minder bedeelde kinderen van Bonaire. Die dan een leuke dag krijgen. Waar ze leuke spelletjes kunnen doen. Denk aan oud-Hollandse spelletjes zoals koekhappen, zaklopen, dat soort zaken. En het idee is om dat ook zeg maar, in samenwerking te doen met de buurthuizen van Bonaire. Het OLB heeft dit jaar best wel een groot bedrag geïnvesteerd in de buurthuizen. Dus het zou mooi zijn als we het dus elk jaar zouden kunnen doen in een nieuw buurthuis. Dus daar willen we graag ook de samenwerking in gaan vinden. Dus we hebben gekozen om een feest te geven. Dat is dan 22 juni bij de Islander, waar we hier vandaag staan. Er komen twee grote bands, Hits and Fun en Vibe. En daarnaast hebben we ook nog DJ Crips. En we hebben ook nog een special act at Curaçao, Remy Lauver. Ik denk dat mensen die echt van carnaval houden en van feest houden wel weten wie dat is. En we hebben een aantal sponsoren die ons nu al geholpen hebben. Er komen deze week ook een aantal acties waar je ook kaartjes kunt winnen. Nou, we hebben voor de avond hebben we bedacht dat de best dressed or the best mask, die krijgen een prijs. We hebben in ieder geval al van Divi Flamingo een mooie prijs, een dinner for two inclusive drinks. Dus dat wordt al verloot. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij Litman Jewelers, maar ook bij alle leden van Kiwanis. En we zullen in de loop van deze week zullen we de namen van alle leden, dus als je iemand kent, dan
kun je daar je kaartjes kopen. Ik wil heel graag dat mensen beseffen dat het fundraising is. We hebben een dresscode de avond. Het is zwart of wit of zwart en wit. En we zijn heel streng, dus we hopen wel dat iedereen zich daar ook aan houdt. Verder hebben we ook nog 100 masks voor de eerste 100 vrouwen. Dus die krijgen een mooie masker. Maar ja, als je een prijs wil winnen, dan zou ik zeggen, doe er wat mee. daarnaast hebben we ook natuurlijk een lekker drankje als je binnenkomt. En ja, hoe meer sponsors, hoe meer ook drankjes we weg kunnen geven. Op dit moment zit het er niet in, want dat is niet rendabel en daarbij het gaat om de kinderen. Maar ja goed, twee fantastische bands, een DJ en nog heel veel andere mooie verrassingen. Dus het wordt gewoon het feestje van het jaar, zou ik maar zeggen. Geen bescherming voor fietsers en voetgangers op Curaçao. 6 jaar geleden wordt Curaçao opgeschrikt door een ongeluk waarbij een auto 3 hardlopers doodrijdt. Ze worden geschept door een auto over dezelfde weg als de lopers rijdt. 6 jaar later is er niets verbeterd. Voetgangers, maar ook fietsers en motoren, moeten een ander gebruik maken van dezelfde rijbaan. Fietspaden en trottoirs zijn er op Curaçao bijna niet. Caribisch Netwerk is aan het woord. Op Curaçao maken alle weggebruikers gebruik van dezelfde rijbaan. Dat dit niet altijd goed gaat, blijkt 6 jaar geleden wanneer 3 hardlopers komen te overlijden nadat ze op deze weg geschept worden door een automobilist. Augustus 2013 is zeg maar het ongeluk gebeurd. En tot de dag van vandaag is het nog voelbaar onder de leden van de Roadrunners Club Curaçao. En los daarvan moet dit dienen als een soort monument om iedereen eraan te, eraan te herinneren dat als we in het verkeer zijn, dat we moeten denken aan de lopers, hardlopers, alle recreanten die langs de weg lopen. Want zij hebben ook recht om zeg maar, gebruik te maken van de weg, openbare weg. Er wordt te weinig rekening gehouden door automobilisten met andere weggebruikers. Dat blijkt niet alleen onder de voetgangers, maar ook fietsers en motorrijders hebben hier last van. Kijk, dit monument eigenlijk heeft te maken met al de ongelukken die in het verkeer zijn. En eigenlijk geen voorrang geven aan de motorrijders. Dat is het allerbelangrijkste voor ons. Die voorrang die, dat we niet krijgen. Daarom hebben we dit monument gemaakt. Dus we zijn bezig met onze groepen om telkens te praten met onze mensen. Om rustig op straat te zijn. Maakt niet uit of je voorrang hebt of niet. Het gaat rustig. We proberen minder snelheid te hebben en dat allemaal om, ongelukken te voorkomen. Kijk, één ding als ik, dat ik altijd heb gezegd, en ik blijf praten erover, is snelheid. Minder snelheid. Dit gaat voor de motorrijders en voor de autorijders. Dus minder snelheid kunnen we, echt, kunnen we al die ongelukken voorkomen. Er valt in ieder geval nog veel te behalen op dit gebied. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van der Rino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.